Baptist. Mutje Baptist. Dat is dus de schachtstijl. Ja, de schachtstijl. Dat is de stijl van een bouwer. Dat is een boempataat roepen. Ah ja, de boempataat. Ja, 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 ja. Nu, alleen, ik zou dat een keer graag zien. Alleen in een scène, laat eens iets zien hoe dat je zo'n kant aanpakt, zo, met stijl. Allee, Charlie, kom eens even. Allee, dus Charlie is de klant, hè? Ja, ja. Oké, dat is goed. Allee. Zeg eens. Goedemorgen, meneer. Goedemiddag, meneer. Ik had deze morgen gebeld en men had mij gezegd dat ik nu mijn EPDM mag komen afhalen. Hier hoef je. Ja, dat is een eigen gegeven. Ik ga een bom maken. Nee, ik had gebeld, maar ze hebben mij gezegd. Ze hadden mijn gezicht op nummer 600 via 2D's. Ja, dat kun je graag wel zeggen. Hè. Jongens, niet zonder bom wordt er niks. Dat weten wij ook, want ik ga morgen niet zien. Zeg, de volgende. Dat is dus inderdaad ja, ja. Dat weet dus iedereen, zo moet het niet, hè. Maar, smet u nu een keer, jongens, laten we zien, hoe gaat dat beter? Allee, hoe doet het dat beter? Terug, ja, Charlie, kom maar. Dag meneer, dankjewel. Goedendag meneer, ik had vanmorgen gebeld en ik heb dus EPDM besteld en die zou deze namiddag ongeveer klaar liggen. Ah ja, en heeft u de bestelbon? Nee, ik had gebeld, maar dan heeft mij wel de bestelbon nummer 624 gegeven. Momentje. Naam van Charlie. Charlie. Pasteleurs. Ja, dat is het. Perfect, ja. Wel, ik zie dat dat klaar staat. Dus, maar ik stel voor dat ik even naar het magazijn ga om te zien of dat gemakkelijk bij u in de auto kan. Dan moeten we. Nee, maar dat was eerst eens kijken in de fantastisch. Fantastisch, maar dat is eerlijk goed. Hey, dat is overweldigend. Ja. Zeg even voor de bediende puur zaal, wat zit dat dan? Voor de bediende puur zaal, dezelfde stijlbehandeling. Ah wel, ja, laat ons dat eens laten uitbellen door de bevallen Mieke. Ik bedoel, de bevallige Mieke. Ja, ja maar zeg, dat zou ik overslaan. Frank. Maar ja, dat doen wij al altijd. Ah. Allee, ja, dat is meer iets voor een lader die niet met klanten te maken heeft. Hè. Maar bij ons op de administratie zit dat daar ingebakken. Het zit erin gebakken. Ja, want ik denk ik kan wel hoor, zeg. Ja. Zo'n paar maanden geleden zo belde Jo mij een keer. Zo op mijn werk. Hij was ergens op retraite, zo ergens in afzondering in de een of andere abdij. Ja, wat dat er goed voor is, dat weet ik nu niet. Maar of vaas wat. Hij belt mij dus zo plotseling op, zo out of the blue. En hij vraagt mij: Mieke, kende jij de waarde van de schacht? Ik kende er een paar. Maar gelukkig kon ik er nog wel rap een paar bijspieken uit onze nieuwsbrief. Maar Mieke, goed, een beetje ter zake nu, want we zijn de zaak wat aan te ontwijken. Allee, een kleine demonstratie. Laten we eens zien hoe hard jij eigenlijk is opwerken. Bijvoorbeeld, je bent aan het praten met een collega. Ja. Die klant belt terwijl je aan het praten bent en je vangt de klant op. Met stijl. Ah, met stijl. Ja. Zeg, niet, ja. Weet jij, heb jij daar nog onlangs iets van gehoord van de tijd? België zijn niet zo slecht, maar het is niet meer gelijk als een dingen. Flipjes, zo zwakker zijn, dat zie ik wel. Dat je dat weet. Ik vind dat een toffe sport. Ja. Hallo, Fim, wat zegt mijn Mieke, goedemorgen? Goedemorgen. Maar dat weet ik niet. Normaal gezien wel. Weet u wat? Ik had het dan een keer navragen voor u. En belt je dan subiet maar een keer mee. Oké, salut. Allee, vertel mij dan wat dat is. Dus een goeie ding, ik vind het wel. Excuseer, Mieke. Ik vind dat het toch beter kan zijn. Excuseer dat ik onderbreek. Ja? Over hoeveel euro ging dat gesprek hier? Oké. Daar gaan we nog eens moeten over nadenken.